Welkom bij weer een nieuwe leesvlog. Het is maandagochtend, 10 voor 11. En ik moet flink mijn koffer uit gaan ruimen, want ik ben natuurlijk net terug van Engeland. En het is een puinhoop nog. Dus ik dacht eerst even mijn vlog van afgelopen week even een beetje klaarmaken. Even ontspannen en dan aan de slag. Maar ik denk, ik begin wel eerst even met de nieuwe leesvlog te filmen. Deze week wil ik veel lezen, omdat ik afgelopen week natuurlijk 4 dagen niet heb gelezen. Dat is een beetje, nou ja, door Engeland in het water gevallen. Geeft allemaal niks, want ik heb daar een fantastische tijd natuurlijk voor terug gehad. Maar ik wil daarom deze week alweer even een soort inhaalslag maken. Ik ben op dit moment bezig Het Land van Raas. Geweldig boek tot nu toe. Een kinderboek van fantasy-achtig met een wereld die ja, wellicht tot de verbeelding van 2 kinderen behoort, maar misschien ook wel gewoon echt bestaat. Dat weet je eigenlijk nog niet zo goed. Ik ben inmiddels op pagina, even kijken hoor, 126 en ik wil vandaag zeker 100 pagina's lezen, minstens. Want het leest op zich best wel snel. Grote letters, het is een makkelijke taal en je hebt af en toe van dit soort pagina's tussendoor met weinig tekst en mooie illustraties. Ik moet dat wel een beetje tussen de bedrijven doordoen. Ik moet mijn weekvlog van vorige week nog klaarmaken. Ik moet mijn diary nog op mijn blog zetten. Ik moet puinruimen, opruimen. Dus ik heb ook nog wel tussendoor een hoop te doen. Maar af en toe ga ik even zitten om tot rust te komen en even lekker verder te lezen. Hou je van kinderboeken? Hou je van bijvoorbeeld Harry Potter of zo? Is dit echt een heel leuk boek, denk ik tot nu toe, om ook te lezen als volwassene. Maar ook zeker voor kinderen vanaf 1 jaar of 9 is dit echt een fantastisch boek. Mijn doel voor deze week is dus deze uitlezen. Darren Shan deel 2 op Storytel afluisteren. Volgens mij moest ik daar nog 2 uur van of zo. En zeker nog wel 2 kinderboeken ook nog lezen. Dus zeker 3 boeken fysiek lezen en 1 op Storytel afluisteren. Moet lukken, want zoals ik al zeg, ik ben nu weer thuis, dus dan lees ik sowieso altijd wel meer. Ik heb niet heel veel afspraken. Morgen gaan we wel naar de open dag van Amy's vervolgopleiding. Maar dat is pas einde van de dag, dus overdag zelf heb ik niet heel veel afspraken verder. Volgens mij valt dat sowieso wel mee deze week. Ik ga gewoon vandaag een goede start maken. 100 pagina's in ieder geval, misschien zelfs wel meer. Het ligt er een beetje aan hoe het loopt met het opruimen en dergelijke, want dat heeft toch wel een beetje voorrang. Maar ik ga mijn best doen. Dus ik zal zeker een update geven vandaag. Ik ga het onthouden en dan horen jullie wel hoe ver ik ben gekomen vandaag. Dus tot later. Ik wilde al gaan douchen, maar toen dacht ik, ja, dan kom ik meteen weer met zo'n verlopen hoofd. Niet dat ik er nu echt heel bijzonder goed uitzie. Dus ik denk, ik ga nu eventjes mijn update geven. Ik zit inmiddels op pagina 199. Dat is nog geen 100 pagina's van wat ik van plan was. Maar ik heb vandaag gewoon heel veel gedaan. Ik heb de keuken gesopt, ik heb de wc gesopt, ik heb heel veel wassen weggewerkt. Ik heb in huis heel veel opgeruimd, dus ik ben daar ook gewoon heel druk mee bezig geweest. Maar het is nog geen heel laat. Ja, hoe laat is het eigenlijk? 8:15 of zo, 9 uur bijna. Dus ik ga nu douchen, dan ben ik lekker klaar alvast voor de nacht. Maar dan ga ik daarna gewoon weer even lezen. En wie weet red ik het nog wel om 225 of zo moet ik halen, denk ik, om de 100 pagina's te halen. Morgen heb ik wel even tijd nodig om wat blogs te schrijven. Mijn was weer verder te doen natuurlijk. Misschien dat ik even ga strijken, maar ik ga morgen wel ietsje meer lezen dan wat ik vandaag heb gedaan. Is de bedoeling, want ik wil deze eigenlijk morgen wel uit hebben. Dan is het dinsdag, dus de 2e dag van de week. En als ik dan al 1 boek uit heb, dan ben ik al, nou ja, zeer tevreden. Dat is mijn doel voor morgen, maar ik hoop vanavond in ieder geval nog een ruk te maken, zodat het morgen misschien al in de loop van de ochtend zover is dat ik hem al uit heb, zodat ik ook meteen in een nieuw boek weer een stuk kan starten. Ik weet nog niet welke ik hierna ga lezen, maar dat merk ik vanzelf wel als ik deze uit heb en als ik weer voor die TBR-stapel sta van wat ik nu wil gaan lezen. Nou ja, ik hoop dus dat ik het morgen haal, maar morgenochtend zal ik eventjes laten weten of ik in ieder geval de 100 pagina's heb gehaald. Zo niet, dan niet. Dus, nou, dat was het eigenlijk. Ik ga lekker douchen en mijn nieuwe kerstpyjama aantrekken die ik in Engeland heb gekocht. Die is heerlijk zacht. En Amy zit steeds naar me te kijken als ik hiermee bezig ben. Dat vind ik heel vervelend.
Anders ga ik jou filmen in je nieuwe kerstvakantie. Of kerstvakantie, kerstpyjama. Nee? Mag ik je niet filmen? Nee? Nee? Oké, nou dan doe ik het niet. Dus, tot morgen weer. Doeg! Morgen op deze regenachtige dinsdagochtend. Het is echt baggerweer. Nou heb ik het idee dat het wel ietsje minder regent nu, maar vanmorgen was het echt drama. Dus ik heb zowel Thomas met de auto naar school gebracht als Fenna. En Amy moet straks, dus die zal ik ook wel met de auto brengen. Dus ik ben een beetje aan het taxiën vandaag. Maar ik heb gisteren uiteindelijk toch nog pagina 222 gehaald. Dus ik ben best tevreden. Want gisteren heb ik natuurlijk overdag heel veel andere dingen gedaan in plaats van lezen. En ja, dan schiet het niet op natuurlijk. Vandaag heb ik ook wel wat dingetjes te doen. Afgezien van dat taxiën, dan moet ik nog even mijn blog een beetje bij gaan houden. De was en gewoon de andere huishoudelijke dingen. Maar ik wil hem vandaag uitkrijgen. En hij heeft, even kijken, hoeveel pagina's totaal? Eens even zien. 300 zijn. Gok ik. Oh, 297. Nou, dat moet lukken. Als ik dat haal vandaag, kan ik vandaag ook starten in een nieuw boek. En ik heb een pakketje opgehaald bij de drogist. Want daar was een pakketje bezorgd van mij die donderdag was bezorgd toen ik in Engeland was. Van de Vier Windstreken uitgeverij. En dat zijn, echt super gaaf, 3, 4 en 5 delen. Het deel 3, 4 en 5. De delen 3, 4 en 5 van de Chronieken van de Zeven Eilanden van Mariette Aarts. Ik heb deel 1 en 2 al gelezen. Die vond ik echt super goed, zeg maar, voor een fantasy-achtige serie. Ja, die covers zijn echt gaaf. Even kijken hoor. Deel 3 is deze. Drakensteen met een vervallen toren. Deel 4 is Stormbrekers. Dat is deze. En deel 5, dat is de nieuwste. Die is voor mij nog niet. Nou, die is voor mij net uit. Zilverbloed. En dat is deze. Echt een fantastische serie. Ik kreeg ook het laatste deel van Klein tot Groot. Van Marie Curie is dat deze keer. En daarbij hebben ze ook heel lief de andere delen gestuurd. Frida Kahlo. Anne Frank. En Audrey Hepburn. Maar die heb ik al. Nou is het de bedoeling dat ik een soort YouTube video even ga maken van deze boeken. Van deze serie zeg maar. En ik denk dat ik dan die andere drie delen als een soort winactie daarbij ga houden. Maar daar moet ik nog even naar gaan kijken hoe ik dat ga doen. In ieder geval weer gaaf nieuwe boeken erbij. Ik ga nu even snel de was opvouwen. Dan ga ik lezen. Want ik moet daarna Amy naar school brengen. En dan laat ik jullie weten of het is gelukt om vandaag mijn boek uit te lezen. Maar in ieder geval, Land van Raas, die moet vandaag uit. En dat gaat lukken. Ik ga er gewoon vanuit, dat gaat lukken. Dus, tot later. Morgen deze dinsdag in mijn nieuwe overslag blues uit Engeland. Het is zo leuk als je veel kleren hebt gekocht, dat je elke dag iets nieuws kan aantrekken. Dus ik ben happy. Het is een beetje donker buiten, dus nou ja, het is een beetje slechte kwaliteit om te filmen. Ook regent het niet heel hard, maar de vaatwasser staat aan. Dus als je dat hoort, dan is dat het. Ik heb gisteren uitgelezen Het Land van Raas. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Ik vond het een erg leuk kinderboek. Vooral ook de illustraties op de pagina's die in het boek staan vind ik echt heel erg gaaf. Een heel leuk, fantasierijk verhaal en een deel 1. Want ik zag achterin een stukje voor het volgende deel al. Dus dat belooft veel goed. Toen wist ik even niet wat ik moest gaan lezen. Ik was even van, nou, wil ik iets Engels? Wil ik iets Nederlands? Wil ik eerst de recensie-exemplaar? Want die stapel is weer erg hoog. Dus ik denk dat ik de maand december, eigenlijk wilde ik de maand december allemaal leuke Engelse boeken gaan lezen uit boekenboxen. Dus van mezelf. Maar ik denk dat ik de maand december een soort van TBR maak van allemaal recensie-exemplaren. En alles wat er overblijft van deze maand. Dus besloot ik toch een Engels boek te lezen en het derde deel in Keeper of the Lost Cities en dan Everblaze. Dit is zo'n gave fantasy serie, middle grade, dus vanaf een jaar of 12 denk ik ongeveer. En ja, ik wil niet te lang wachten met die delen achter elkaar lezen, want anders raak je zo uit zo'n verhaal. Dus ik dacht van ik ga eerst nu even dus een wat dikker boek lezen.
Het is 13 november, dus nog niet eens de helft van november. Dus dan kan ik daarna misschien weer een wat dunner boek pakken. Alhoewel er best wel veel dikkere boeken liggen op die stapel. En deze lees ik dan voor de Believathon voor de prompt Books with a Strong Friendship. Want hier heb je wel echt een vriendengroep die van alles meemaakt. En nou ja, dat past daar dus bij. Ik heb 3 hoofdstukjes gelezen, dus ik ben echt nog maar helemaal aan het begin. Maar ik wilde gisteravond de Oranje Leeuwinnen kijken, dus ik heb niet echt gelezen. Daar kwam nog wel een bestelling binnen. Ik had natuurlijk mijn pakketje gisteren laten zien. Ik had volgens mij zondagavond, toen ik mijn post openmaakte na mijn Engeland-tripje, had ik het tweede deel van De Eindeling gekregen, maar ik had het eerste deel nog niet. Dus ik dacht, nou, goed excuus om mezelf ook nog even te trakteren op het eerste deel. Die stond al op mijn bol.com wishlist. Dus nou ja, dat maakte niet uit. Maar ik moest er nog wat bij bestellen voor gratis verzenden. Dus toen heb ik even mijn wishlist langs gelopen. En deze stond voor €12,50. Het eerste deel, het boek van Stof van Philip Pullman. Dus ik dacht, doe ik die erbij. Dus ik heb weer een aantal boeken die ik een plekje moet geven. Wat nogal lastig is, want nou ja, mijn kast boven is al aardig vol. Maar ik wil daar binnenkort even een berg boeken uithalen. Voornamelijk bijvoorbeeld thrillers. Wat gewoon standalone zijn. Die ik dan gewoon tussendoor eens ga lezen. En die ik niet hoef te houden. Boeken waarvan ik denk, nou, ik wil ze wel lezen. Maar ik hoef ze niet te houden. Dus dan maak ik wat ruimte in mijn boekenkast. Maar dat is latere zorg. Het is woensdag. Dus Thomas is vroeg uit. Amy heeft nu haar aardrijkskunde tentamen. Die is dus ook vrij vroeg uit. Dus ik ga nu lezen. En dan ga ik vanmiddag wel wat huishoudelijke dingen doen. Ik heb een paar dingetjes gedaan. Het is netjes in huis. Dus tijd om te lezen. Want ik wil vandaag veel lezen. Ik moet nog wel iets bloggen. Maar dat kan ook vanmiddag. Als de kinderen rondlopen, kan ik dat beter doen dan lezen. Want dan raak ik te veel afgeleid. Dus ik ga nu lekker aan Everblaze. Dus doeg! Vergeet nog wat. Hieraan kan ik dus ontdekken of mijn kinderen mijn leesvlogs zien. Ik denk het niet namelijk. Nou zei ik net, het huis is opgeruimd, maar nou betrapt iedereen mij. Daar staat een lege tas, die moet in de auto en dat is de strijk. Die moet ik vandaag doen. Maar dat komt later. Maar ik heb dus in Engeland heel veel lekkere chocola gekocht. En dat heb ik verstopt, want anders is het in de no time op. De kinderen hebben ook ieder een tasje gekregen met wat lekkere dingetjes erin. Maar kijk, ik heb dus in mijn kast een trommel vol met Engeland chocola. Als ze mijn vlog bekijken, dan hebben ze mazzel, want dan weten ze dat dat hier ligt. Maar ik denk niet dat ze dat doen. Dus dit bewaar ik gewoon voor een keer als spontaan dat ik het tevoorschijn tover. Hij gaat nu dicht, want zelf neem ik nu niet. Maar ik denk, even leuk om te laten zien. Dus Amy en Fenna, als jullie dit kijken, dan hebben jullie mijn geheime chocoladevoorraad ontdekt. Zo niet, dan is die op tegen de tijd dat jullie erachter komen. Doeg! Goedemorgen, deze donderdagochtend. Eindelijk is iedereen naar school. Fenna begint nu met haar proefwerkweek, dus die gaat dan ook weer pas om 10:50 naar school. Dus het is een beetje een rommelige dag, want Amy komt volgens mij zo alweer thuis. Die moet vanmiddag dan weer even terug. Maar ik heb me vanmorgen verslapen voor het eerst, echt ever. Vorige week ging ik natuurlijk op deze dag naar Schiphol, naar Engeland. Dus ik had mijn standaard wekker van 7 uur uitgezet. En die was ik vergeten aan te zetten. Dus ik schrok om 7:30 wakker. Dus heel snel alles met Thomas gedaan. Maar we waren op tijd. Dus ik kan dus ook gewoon om 7:30 in een half uurtje me helemaal klaarmaken. Het is wel zo dat mijn haar dan een beetje rommelig zit. En ik heb niet heel veel make-up op gedaan. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik heb het gehaald. Ik ben ook heel productief bezig met schoonmaken. Was ik normaal nooit hoor. Ik was nooit zo'n hele goede huisvrouw. Maar ik ben een beetje aangestoken door het schoonmaakvirus van mijn moeder. Dus in Engeland had ik allemaal leuke schoonmaakspullen gekocht. En dat is daar ook veel goedkoper. En ze hebben ook veel meer soorten met hele lekkere kerstgeuren en zo. Dus ik heb al lekker wat gedaan in huis. Maar het is een leesvlog. Dus ik ga het even over het lezen hebben. Ik heb trouwens de dustjacket er even afgehaald, want die schuift elke keer. Gisteren ben ik tot pagina 138 gekomen. Dus dat viel me uiteindelijk nog wel mee. Ik had volgens mij 150 als een soort van, nou ja, doel gesteld. Maar dat heb ik dan net niet gehaald. Maar ik ben best tevreden. Ik zit inmiddels op pagina 152. Dus ik heb al een klein beetje gelezen vanmorgen. En ik wil vandaag pagina 250 halen. Het is natuurlijk best wel een dik boek. Maar ja,
Ik moet ook dikke boeken lezen voor deze maand, die ik op mijn TBR heb gezet. Dus wederom weer fantasy. Er zit wat nu qua vriendschappen. Nou komt er weer bijvoorbeeld een personage wat meer aan bod dan in de andere delen. Kivi, en ik weet niet of je het uitspreekt. Kief. In ieder geval, ik vind dat een geweldig personage met heel veel humor. Dus ik ben blij dat hier er nu heel veel in zit. En in dit deel gaat het een beetje over de strijd met de ogers. En dat zijn dus zeg maar de vijanden van de elfen, waar Sophie en haar vrienden toe behoren. En daar gebeuren van allerlei spannende dingen. Ik ga er niet te veel over zeggen. Het is natuurlijk het derde deel. Dus dat moet ik sowieso niet doen. Maar ik zit er weer helemaal in. Dus dat is heerlijk om weer in die elfenwereld te duiken. Mijn doel is dus om pagina 250 te halen vandaag. Tussen de bedrijven door. Want ik moet ook nog inderdaad boven nog schoonmaken. De strijk ligt klaar. Ik moet ook nog bloggen. Maar het is echt wel een lekker dagje om veel voor elkaar te krijgen. Ik zie dat Fenna, die is net naar school, lekker nog wat spullen hier heeft laten rondslingeren. Dus die ga ik eventjes op een stapel gooien. Ik heb het huis nu even lekker voor mezelf. Dus ik ga even de chocoladetrommel induiken, denk ik. Ik heb wel even zin in een Engels chocolaatje. Ik ga lekker verder lezen. Of er een update komt. You never know. Ik ga het laten zien. Misschien als er nog boekenpost komt, dat ik dat nog even laat zien. En je merkt het vanzelf wel. Ik ga in ieder geval lekker lezen, want ik heb nog echt heel veel boeken op mijn TBR voor deze maand. En ik wil dat toch een beetje doen slinken. En daar moet ik toch wel even hard aan trekken. Ik heb hem namelijk wel weer erg positief neergezet. Maar wie weet, de maand is nog voor de helft in het vooruitzicht. Dus wie weet gaat het nog wel lukken om nog een flink aantal boeken te lezen. Dus tot later. Goedemorgen deze vrijdag. In weer, laat ik mijn telefoon bijna vallen. Weer een nieuw shirtje met, kijk, hele gave vlindermouwen. Ik ben gisteren tot pagina 260 gekomen. Dus ik ben echt super tevreden. Ik ben nog niet op de helft. Maar met zo'n dik boek kan ik dat ook wel verwachten. Vandaag ga ik weer hopelijk minstens 100 pagina's lezen. Dan ga ik toch wel richting een beetje het einde van het boek. Dus dan hoop ik hem dat ik hem voor maandag uit heb. Het liefst wat eerder, zodat ik voor maandag alweer een nieuw boek kan starten. Maar ik ben echt, het lees nu steeds sneller ook, omdat je dan helemaal gewend raakt aan dat Engels en ook gewoon helemaal in het verhaal komt natuurlijk. Dus dit is mijn plan sowieso voor vandaag. Ik heb gisteren toch nog nieuwe boeken ontvangen. Die ga ik ook even laten zien. Een kinderboek, Slimme Rick, Klauwen Thuis, van Mark Parisi, uitgeverij De Fontein. Dus dat is weer echt een boek wat Thomas natuurlijk weer helemaal leuk vindt. Die moet trouwens ook flink gaan doorlezen wat recensie-exemplaren betreft. Ik kreeg van uitgeverij De Fontein ook Een Onmogelijke Keuze, een roman van Claire McIntosh. Ik heb van haar al eerder een boek gelezen. Ik weet alleen niet meer zo goed hoe die heet, maar ik ben heel erg benieuwd. En van uitgeverij Fantoom ontving ik van Team Mortis, voor mij is dit het tiende deel, De Slaventocht van Björn van den Einde. Ik heb nog niks uit deze serie gelezen, maar het schijnt wel een hele gave serie te zijn en los te lezen. Dus ik kan gewoon in het tiende deel beginnen. En Stormwachter van Catherine Doyle, de kaarsenmaker van Aaron Moore, met een hele mooie cover. Die kreeg ik ook binnen, dus maand december wordt gewoon recensie-exemplaren, want dat wil ik ook voor het einde van het jaar gedaan hebben. Hier liggen bij de computer, daar een hele stapel boeken. En ik weet niet of je het goed kan zien, hier in het hoekje ook nog. Die heb ik al gelezen, maar dan moet ik nog steeds recensies over schrijven. En die stapel wil ik gewoon weg hebben voor het einde van het jaar. Dat ik weer gewoon helemaal bij ben, zeg maar. Gisteren heb ik ook, ik heb een soort schoonmaakwoede. Ik kan er niks aan doen. Ik heb in Engeland allemaal van dit soort flesjes gekocht. Souflora, dat is een Engels, ik weet niet of het Engels is. Volgens mij is het wel Engels. Dat is een product dat ruikt super lekker. En dat doe je in of een emmer water of in een flacon spray. En dan meng je dat met water en daar maak je mee schoon onder andere. En dat ruikt zo lekker. Heel kerstig. Dus ik heb een soort kersthuisgevoel, zeg maar. Kijk, hier ook met kaneel en sinaasappel. Echt heerlijk. En ik zit nu elke keer op internet te kijken of ik ergens in webwinkels in Engeland gewoon kan bestellen naar Nederland toe om nog meer te bestellen. Ik heb een soort, dat ik dan meer geuren wil proberen. Ik ga nu even lezen.
Ik heb mezelf beloofd, ik mag nu een hoofdstuk lezen. Dan ga ik naar boven, ga ik even mijn bed opmaken, ramen opengooien en dat soort dingetjes. Maar naast de strijk die ik vandaag moet doen, en dan luister ik trouwens Darren Shan. Volgens mij moet ik nog 1 uur en 3 kwartier of zo. Tijdens de strijk ga ik dat luisteren, maar de rest van de dag ga ik gewoon lekker lezen. Ik hou het een beetje rustig. Ik heb gisteren en eergisteren onwijs lopen boenen hier in huis, waardoor ik qua lezen misschien iets minder heb gelezen dan dat ik van plan was. Vandaag ga ik dat minder doen. Vandaag is een leesdag. Om lekker even een flinke spurt te maken in dat boek. Want, zoals ik al vaker zeg, mijn TBR is nog gigantisch groot en die moet ik minderen. Dus het is nu 9:30 bijna. Amy is nog thuis. Die moet volgens mij pas over 1 uur naar school. Fenna is al naar school. Thomas is naar school. Andries is werken. Dus even rust om even lekker in mijn boek te duiken. Dus dat ga ik nu doen. En je ziet me wel weer verschijnen. Wanneer, dat weet ik nooit. Dat is altijd een beetje een verrassing. Dus tot later. Goedenavond. Het is 5:05. Maar het voelt al aan als avond, want het is al donker buiten. Ik heb de lampjes al aan. En iedereen is naar de hockey. Dus het is even rustig in huis. Ik heb al 100 pagina's gelezen. Want ik zit op pagina 354. Dus mijn goal voor vandaag heb ik gehaald. Dat is fijn, want ik ben vanavond weg. Ik heb een verjaardag waar ik met mijn man heen ga samen. Dus dan komt er natuurlijk ook niks van lezen. Want als we terugkomen is het wel meteen bedtijd. Want morgenochtend moeten we alweer om 8 uur of zo in Katwijk verzamelen voor de hockey. Dus ik dacht, ik ga nu alvast even mijn update geven. En nog even lezen voordat ik aan het eten ga beginnen. Ik heb trouwens iets heel raars. Ik heb vandaag alleen beneden al 25 vliegen gekild. Ik kom er niet achter waar ze vandaan komen. En ze zitten elke keer alleen in de keuken op het raam of in de woonkamer op het raam. En ze zijn een beetje sloom, want ik kan ze heel makkelijk doodslaan. Maar het zal misschien wel ergens een dode muis liggen dan of zo. Ik heb geen idee. Maar ja, wel heel vervelend. Want ben ik net sinds ik terug ben uit Engeland het huis helemaal spik en span aan het schoonmaken. Komen er opeens overal vliegen tevoorschijn. Maar dat terzijde. Misschien is het inderdaad een muisje die ergens ligt te vergaan. En als dat beest vergaan is, zijn de vliegen ook weg. Ik weet het niet. Maar leuk is anders. Het is dus nu 5:05. Ik ga over een klein half uurtje aan het eten beginnen. Het is lekker snel klaar, dus daar hou ik van. En vlak daarna, na het eten, heb ik niet heel erg veel tijd meer. Want dan moeten we bijna weg. Meestal heb ik nooit zo heel veel zin om 's avonds weg te gaan. Maar ja, het is wel een verjaardag van vrienden, dus het zal vast wel even gezellig zijn. Maar het is ook best wel weer even een stukje rijden, dus dat is dan weer wat minder ervan. Maar ja, nu nog even lezen. Ik heb mijn goal gehaald. En morgen alleen in de ochtend, zeg maar, tot de middag, begin van de middag hockey. En daarna is het, ik ga nog even bij mijn vader langs. Maar voor de rest hebben we volgens mij geen verplichtingen, want Andries moet ook volgens mij werken. Ik weet alleen niet hoe laat. Die heeft een 12-uursdienst, dus ik weet niet precies. Maar in ieder geval, we houden de rest van het weekend het lekker een beetje rustig. Dus dat is ook wel even prettig. Dus morgen tune ik waarschijnlijk in na de hockey. En dan zien jullie me wel weer. En misschien wellicht in weer een nieuw kledingstuk uit Engeland. Ik ben echt zo blij dat ik goed geslaagd ben daar. Ik heb allemaal leuke, tenminste ik vind het leuk, leuke dingetjes gekocht. En gekregen. Dat was het eigenlijk. Tot later. Doeg! Vinden jullie van mijn pyjama? Dit heb ik in Engeland gekocht. Een vet, lekkere, warme kerstpyjama. Mijn moeder heeft hem, mijn zusje heeft hem en Amy en Fenn hebben hem ook. Dus we hebben allemaal dezelfde gezellige kerstpyjama. Zaterdagavond is al 10:30. En er komt nu natuurlijk weer iemand naar beneden. Terwijl ik dit aan het filmen ben. Maar ik heb de hele dag eigenlijk nog niet echt tijd gehad om te vloggen. Ik word gewoon weer uitgelachen. Hoe is dat? Dus, kijk, in dezelfde pyjama. vanmorgen vroeg moesten wij om 8 uur 's ochtends. Ja, je hebt ook al gezien wat er in je schoen zit. Leuk. Was een verrassing, Fenna. 8 uur 's ochtends stonden wij al in de kou op Katwijk. Op de hockeyclub. We moesten dus echt heel vroeg weg. Dus vroeg mijn bed uit. Daar moest Thomas spelen en aansluitend, of zo goed als aansluitend, moest Fenna toevallig ook op Katwijk spelen. Dus we hadden een ochtend buiten in de kou op Katwijk, maar 2 overwinningen. Dus dat was leuk. Fenna is kampioen geworden, ook nog eens extra leuk.
Eenmaal thuis moest ik snel weer boodschappen doen. Want Andries moest 's middags met de auto weer weg naar de hockeyclub. Gewoon waar wij zeg maar altijd gewoon spelen in Rijswijk. Voor zijn coaching van het jongensteam. Dus ik heb snel boodschappen gedaan. Eenmaal thuis heb ik even lekker op bed gelezen. Ik dacht even nog van, ik ga even een tukje doen. Maar meestal als ik dat te laat op de dag doe, dan word ik niet echt heel lekker wakker. Vaak ben ik dan een beetje misselijk en zo. Dus ik ben wakker gebleven. En ik moet zeggen, als ik dadelijk in bed ga liggen, val ik zo in slaap. Dat weet ik wel, maar ik ben nu een beetje over mijn slaap heen. Maar dat komt ook omdat ik gewoon heerlijk aan het lezen ben. Ik zit inmiddels op pagina 456. Dus ik heb eigenlijk de hele avond lekker gelezen terwijl ik Thomas naar bed bracht. En ik zit er heerlijk in. En ik hoop dat ik dat morgen ook heb, want dan kan ik hem morgen denk ik wel uitlezen. Dan heb ik deze week twee boeken gelezen. En Van, even zachtjes. Twee boeken gelezen en mijn luisterboek, Darren Shan, heb ik ook afgeluisterd. Dus, drie boeken. Ik vond Darren Shan, ik heb vroeger een aantal boeken gekocht van die serie. En ik weet niet hoeveel ik er uiteindelijk heb gelezen. Maar deze kwam me uiteindelijk wel een beetje bekend voor. Dus ik denk dat ik deze, de tweede deel, wel een keer heb gelezen. Heb ik 4 sterren gegeven. Is echt een beetje een creepy tiener thriller. Freaky boek met ook wel wat gruwelijke dingen daarin qua nou ja, vampier en dood en dat soort dingen. Maar wel echt heel goed ook in het Engels wordt het verteld met nou, best wel een creepy verteller. Dus deel 3 ga ik denk ik aankomende week ook starten om te luisteren. Want ik vind het toch wel lekker om een luisterboek gewoon erbij te hebben. Ik heb ook nog even Joe Nesbo gelezen. Terwijl ik weet dat dat een fantastische schrijver is. En dat ik het boek waarschijnlijk heel goed ga vinden. Maar op mijn telefoon lezen is gewoon niet echt iets wat ik, nou ja, fijn vind, denk ik. Dus heel af en toe pak ik het even bij en luister ik, of lees ik even, maar niet heel erg vaak. Ik heb vandaag dus al wel 100 pagina's gelezen. Dus mijn doel is wel bereikt. Ik denk dat ik nog wel eventjes doorgelezen, maar niet te lang. Want ik moet natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon wel gaan slapen. En hoop ik dat ik er morgen uit kan lezen, want dan heb ik toch 3 boeken deze week gelezen. En hierna stort ik me even op alle recensieboeken die op mijn TBR liggen voor deze maand. Dus ik denk dat ik begin met het boek Hendrik. Iets met Indiaan, de Hollandse Indiaan heet die volgens mij. Ik denk dat ik die eerst ga lezen, denk ik nu. Dus ik weet nog niet. Morgen ga ik alleen 's middags even met de kinderen naar mijn vader. Want Amy en Fenna moeten even de auto van mijn broer stofzuigen. Daar krijgen ze dan een centje voor. Dus dat wilden ze wel doen. En dan kan ik even de koffer eindelijk bij mijn vader brengen. Maar voor de rest denk ik dat we niet heel veel gaan doen. Andries is net weg. Die heeft een extra 12-uursdienst. Dus die moet tot 11 uur morgenochtend werken. Dus die zal daarna wel de rest van de dag natuurlijk een stuk gaan slapen. We zien het wel. Lees in ieder geval morgen. Want ik wil gewoon morgen mijn boek uitlezen. Dus tot morgen dan maar weer. Doeg! Goedenavond. Het is zondag en tijd om de vlog af te sluiten. Het is me helaas niet gelukt om uit te lezen. Ik moet denk ik nog zo'n 80 pagina's. Maar ik ging onverwacht eigenlijk met Amy en Fenna vanmiddag even de stad in. Ze wilden even voor kleding kijken. En ik dacht, ik ga meteen, hoe kan ik het beste zitten? Nee, niet zo. Ik ga even naar de Primark, want daar had ik in Engeland wat Fortnite dingen gezien. En ik dacht, misschien hebben ze dat hier ook wel voor 5 december. Voor Thomas. Dus ik ben even gaan kijken en ik heb inderdaad een leuk nou ja, poppetje gevonden. Dus Erik thuis was, was het al 5 uur en toen gingen we eerst eten. En toen ben ik wel gaan lezen, maar ja, was te weinig tijd om hem uit te lezen. Maar morgen gaat hij sowieso uit. Dus ik ben op zich heel erg tevreden. Want ik heb deze week het tweede Darren Shan boek afgeluisterd op Storytel. Ik heb Het Land van Raas gelezen. Toch? Dat was hem, hè? Ik ben even in de war. Even kijken hoor. Ja, Het Land van Raas. En bijna Keeper of the Lost Cities deel 3. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden. Morgen zitten we op 18 november. Dus dan heb ik ongeveer nog krap 2 weken, ietsje minder, om nog even flink door te lezen. En nou ja, daar ga ik gewoon natuurlijk mijn best voor doen. Ik ben dus best tevreden. Ik mag niet klagen. Tuurlijk had ik graag deze uitgewild uit willen hebben vandaag en een start willen maken in het volgende boek. Maar ja, hè, moet wel gewoon kunnen. En ik vond het ook heel gezellig om even met de meiden naar de stad te gaan.
Dus ik ben toch tevreden wat ik deze week heb gelezen. En nou ja, nieuwe ronde, nieuwe kans. En morgen gaat iedereen weer naar school. Ga ik gewoon weer mijn ding doen en vooral lezen. Ik ga vanavond ook nog wel een beetje lezen hierin, maar ik denk niet meer dat ik het red om hem uit te lezen. Want ik ga zo lekker douchen en ik ga niet te laat naar bed, want ik hou gewoon van slapen. Dus ik heb geen zin om heel laat op te blijven. En dan kan ik deze morgenochtend mooi uitlezen en dan kan ik morgen meteen weer een nieuw boek kiezen. En ik denk nog steeds dat dat een recensie-exemplaar wordt van die Hendrik, iets met Hendrik in ieder geval. Dank jullie wel weer voor het kijken naar deze leesvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie ook lekker aan het lezen zijn en wellicht inspiratie op hebben gedaan over, nou ja, boeken die ik heb gelezen en waar ik leuk over vertel. En dat jullie denken, oh, het lijkt me ook wel leuk om te lezen. Deze serie is zeker een aanrader. Keeper of the Lost Cities. En nou ja, tot de volgende leesvlog weer.